carburateurtjes. Ik heb deze. En die. Dat zijn de vier. En dat is de één. Die Suzuki, dat is geen vijfcilinder. Waarom ik die heb en deze, ga ik jullie zo vertellen. Welkom bij het hok. Oké, carburateurs, dat zijn voor heel veel mensen hele enge en hele magische dingen. Dat was het vroeger voor mij ook, tot ik er eentje uit elkaar haalde en ja, weet je, het valt eigenlijk best mee. Dat is allemaal niet zo spannend. Die carburateur, het enige wat het ding doet, is zorgen dat de lucht die aan de ene kant aangezogen wordt, de benzine die aan de andere kant aangezogen wordt, in een mooi mengsel terechtkomt. In de verbrandingskamer, nou, je bougie die zorgt voor een vonkje, zorgt voor een plof en hartstikke idee de boel die draait. Dat is even heel plat gezegd wat ze doen. Heb je benzine en heb je lucht en heb je een carburateur, nou, grote kans dat het wel gaat werken. Waarom heb ik dat dan 8 liggen? Die Suzuki, het is geen 5-cilinder, het is gewoon een 4-cilinder en zeker geen 8-cilinder. Ik was mijn carburateurs uit elkaar aan het halen. Daar heb ik helemaal geen filmpje van gemaakt volgens mij. Nou ja, geeft ook niet. Ik heb ze uit elkaar gehaald. Ik wilde ze schoonmaken. Ik heb wat onderdelen opnieuw laten verzinken. Zoals deze shockhevel. Ik heb de sproeiers bekeken. Gekeken of alles netjes open was. En normaal gesproken als zo'n motor een tijdje stilstaat. Dan gaan die sproeiers verstoppen. En zeker met de wat nieuwere benzine. Tank trouwens nooit E10 in een motor die carburateurs heeft. Die ethanol die daarin zit, die eet je rubbertjes op en die zorgt er uiteindelijk voor dat de boel gaat lekken. Bijvoorbeeld hier bij de vlottenbak, daar zit een kleine pakking tussen van rubber. Grote kans dat die opgevreten wordt door de ethanol en dan heb je lekkage. Ook aan andere rubbers die erin zitten, die kunnen een beetje gaan opzwellen. Dat is niet handig. Maar die E10 benzine die veroudert ook sneller. Je zult ook zien op het moment dat jij een motor hebt die je hebt afgetankt met E10, die heeft een paar maanden stilgestaan, dat die gewoon heel lastig start. Omdat de jeu uit je benzine is, hè, dat wil gewoon niet meer ploffen. Dus gooi er een of andere premium brandstof in, E5 dat wil nog wel. Tenminste, dat heb ik ontdekt. Je moet voor jouw motor even kijken wat het handigste is. Maar goed, dat spul, dat wordt gewoon minder goed, dat gaat vergommen. En op een gegeven moment gaan je sproeiers en je carburateur verstopt raken. Nou, als die verstopt is, dan mis je een van de twee dingen, de benzine, en dan krijg je geen plof. Want op lucht loopt zo'n ding eenmaal verrot als slecht. Zoals je ziet, ik heb hier de carburateurs liggen zoals je ze ziet als je op de motor zit. Dus de kant van de tafel is de voorkant en de kant van de lucht is de achterkant. Dus hier zit je op de motor. Dus nummer 1, nummer 4. Er zijn er 3 vies, eentje schoon. Ik had ze netjes uit elkaar gehaald, spoeiertjes bekeken. En ik kwam er bij deze derde carburateur achter dat de naald die hierin zit, die zorgt voor je luchtbrandstofmengsel. Stationair mengsel is dat geloof ik voor deze. Dat die afgebroken was. Er zit een piepklein gaatje. Hier in de hals, dit noemen ze venturing, een vernauwing. Je gaat van breed naar smal. Dat zorgt voor een soort van vacuümachtig iets, waardoor je benzine omhoog getrokken wordt. Er zit hier onderin een klein gaatje en daar zit die naald ramvast in. Nou, ik heb heel internet afgezocht, zoals jullie waarschijnlijk ook doen. Hoe krijg ik die naald eruit? Ik heb dat niet gevonden. Tenminste, ik heb het wel gevonden hoe je het kunt doen, maar ik kreeg de naald er niet uit. Deze kan ik gewoon afschrijven, daar kan ik niks meer mee. Deze cilinder nummer 3 gaat nooit meer lekker lopen, omdat hij gewoon niet de juiste verhouding lucht en benzine krijgt. Ja, wat dan? Internet, alweer. Waar was dat nou? eBay Duitsland, eBay Kleinanzeigen heet dat. Heb ik een setje gebruikte carburateurs gevonden voor een Suzuki GS550. Die liggen hier. En ja, daar was ik eigenlijk wel heel blij mee.
Deze set is namelijk niet alleen goed. Ik heb ze al even uit elkaar gehad. Tenminste, ik heb de sproeiers en dergelijke bekeken en die naald ook even bekeken. Die set is zo goed dat ik ze direct erop kan zetten. Het is allemaal schoon. Het spul is in de ultrasoon geweest. Dus cabaretteurs zijn van buiten mooi schoon. Ze zijn van binnen mooi schoon. Het enige wat nog wel een probleem kan geven is omdat al die naalden eruit zijn geweest, dat je de fabrieksinstellingen kwijt bent. Dus het afstellen wordt nog wel even een dingetje. Maar goed, weet je, daar komen we tegen die tijd wel weer achter. Wat ik al zeg, technisch zijn ze prima in orde. Alles functioneert goed, alles loopt soepel. De gasschuiven gaan mooi op en neer. De showclap doet het. Wat ik zeg, de sproeiers zijn open, de naalden zijn heel. Dus daar ga ik verder eigenlijk niet aan zitten. Het enige wat ik wil doen is mijn opnieuw verzinkte onderdelen. Ik heb hier een doosje staan met wat schroeven en veren en allemaal dat soort dingen. Dat wil ik overzetten van het oude in het nieuwe. En dan wat ik hiervan over heb, dat zet ik in dit setje weer terug. En ja, kijk, misschien kan ik er iemand nog blij mee maken. Nu het toch uit elkaar ligt, is het wel even een goed idee om even met het boek in de hand de werking van zo'n cabaretteur met jullie door te nemen. Niet dat ik een cabaretteurprofessor ben, verre van dat. Ik weet ongeveer hoe het werkt en waar ik het zoeken moet als het niet werkt. Maar ik kan in elk geval even de onderdelen aanwijzen die erin zitten en vertellen waar ze voor zijn. Zodat je daar wat aan hebt. Hoop ik dan, hè? Dus ik pak hier in het grote boek. Dus ja, dit is eigenlijk een soort van, ja, kijk er maar naar en kijk maar wat je ermee kunt filmen. Het is geen filmpje om uitgebreid te vertellen hoe zo'n ding precies in elkaar zit. Hè. Dat moet je zelf gewoon even uitzoeken voor jouw type motor. Laten we die nummer 3 maar even als voorbeeld nemen. Ik mag even buiten beeld. We beginnen met carburateur nummer 3. En ik laat gewoon even zien wat er van buiten naar binnen allemaal gebeurt met zo'n ding wat erin zit. Dit is de kant aan de kant van je luchtfilter. De kant op mijn hand is de kant die naar je cilinderkop gaat. Het eerste wat opvalt is dat je hier een gat ziet. Dat gat, daar zit normaal gesproken een T-stukje tussen. Tussen beide carburateurs, dus nummer 1 en 2 en 3 en 4. En tussen 2 en 3 natuurlijk. Kijk, daar zit er ook in. Die zorgt ervoor dat de benzine vanuit je benzinetank in de flotterkamer terechtkomt. Dat is deze grote klont aan de onderkant. Die grote klont aan de onderkant, daar zie je twee aansluitingen. Je ziet hier een soort van pieletje. Daar zit een slang aan. Die slang, dat is je overloop. Mocht op de een of andere manier de brandstoftoevoer en je carburateur niet afgesloten worden, dan zou die helemaal vol gaan lopen, komt in je cilinder en je luchtfilter wil je niet. Dan spuugt hij het hier naar de plek waar het vandaan kwam. Moeder aarde. Dus als je ooit eens een plassende motor ziet, grote kans dat je benzinetoevoer niet goed wordt afgesloten. Wat je op zo'n moment iemand wel eens ziet doen, is gewoon een schroevendraaier pakken en hier tegenaan tikken. Grote kans dat die vlotter dan de boel weer afsluit. Verder zit hier een schroef. En dit is een schroef met een gaatje erin. Die kun je losdraaien en daar kun je mee aftappen. Dat is wat ik net zei over die E10 benzine. Of je hebt een motor die niet fijn wil starten. Een tijdje stilgestaan. Tap even je carburateurs af, zodat er verse benzine in komt. Die ploft gewoon beter. Nou, zoals je ziet, ik heb alles al losgeschroefd. Dus een beetje lastig vasthouden. Hier zie je een gat. Daar gaat de linkarm tussendoor. Dat is deze die hier ligt. Die zorgt voor je gasopening. Dus de opening van je gasschuif. Dat is dat ding wat je hier nu niet ziet. Deze. Op het moment dat je meer of minder gas geeft, gaat deze open of dicht. Dus dit is zo dat idee. Die zit daar. Dan hebben we hier nog de choke. Die zet je aan en uit met die grote hefboom daar. Die zorgt ervoor dat je bij een koude start, tenminste bij dit type carburateur, net wat meer brandstof krijgt of wat minder lucht. Vindt de koude motor heel fijn. Ik had dit al opengemaakt. Dit is gewoon een afdekkapje. Die gaat hier waar die vandaan kwam. Wat je hier ziet is de gasschuif. De gasschuif, dat is wat ik hier net liet zien, die woemboem.
En die is pak een beetje even voor het gas geven vanaf een achtste gas, zoiets. Daaronder heb je een stationair circuit. Normaal gesproken zit dat vast natuurlijk. Maar deze gasschuif, daar zit een naald in. Die naald komt daar onderin. Ja, dat zie je. Daar zit een zitting. Kijk, die naald hier staps. Die hoef je normaal gesproken trouwens nooit te vervangen. Even schoonmaken is genoeg. Maar die zorgt ervoor dat er een juiste hoeveelheid brandstof bij een bepaalde positie van je gasschuif de carburateur in komt en naar je cilinder gaat. Dan verder zie je hier aan de buitenkant een schroef. En die schroef, ik zal hem even losdraaien. Dat is, dat wordt de luchtmengselschroef genoemd. Nou, zoals je hoort, kraakt hij een beetje, er zit een veertje in. En die luchtmengselschroeven die hebben een bepaalde afstelling. Hè. Dat is vaak 2 slagen uit of 1,5 slag uit, noem het maar op. Maar die leeft in dat gat en die zorgt er uiteindelijk voor dat er een bepaalde hoeveelheid lucht jouw mengsel in komt. Die gebruik je voor het afstellen. Focus. Daar. Dit soort dingen, hè, om te voorkomen wat ik had, draai die voorzichtig vast. Op het moment dat je voelt dat hij de bodem raakt, stop met draaien. Je draait de boel aan gort. Laat ik jullie zo wel zien. Zo, ik doe er gewoon even een beetje los vast in. En dan verder. En hier zit een pakking tussen natuurlijk, hè, dat netjes dicht blijft. Dan hebben we hier de stationair mengselschroef, zoals dat ding hier heet, geloof ik. Even kijken. Ja, die zorgt voor de juiste lucht- en brandstofverhouding. Er zit daar een klein gaatje van binnen. Die carburateurs zitten vol met gaatjes van binnen. Moet maar eens een keertje goed kijken. Die kun je bedienen zonder dat je de carburateur open hoeft te maken. Dus dat betekent dat dat voor afstelling is. Alles waar je normaal bij kunt, is deze schroef en die schroef, zonder dat je de boel uit elkaar moet halen, dat is voor afstelling. Nou, ik heb natuurlijk de vlotterkamer al losgemaakt. Dat is deze. Kijk, hier heb je het overlooppijpje. Die zit net wat hoger dan de vlotterkamer, zie je dat? En dus op het moment dat de brandstof niet wordt afgesloten, komt het hierin terecht, dat is een hol pijpje. En dan gaat hij hier eruit. Niet zo spannend, hè? Nou, daar zit ook weer een pakking tussen. Dat is de pakking. En heb je hier de ingewanden van je carburateur. Deze schroef had ik het al over gehad. Ik laat hem even zien hoe die er nu uitziet. En dan schroef ik daarna even een exemplaar los van hoe het eruit moet zien. En dan snappen jullie ook meteen wat mijn probleem is. Ik zit ook weer met een veertje. Kijk, deze schroef. Die is plat aan de bovenkant. Hier. Pak even een andere. Dit is zoals het eruit moet zien. Met een klein puntje aan de voorkant. En dat stomme puntje is afgebroken. Iemand die heeft dat iets te enthousiast aangedraaid. Je zou kunnen zeggen gewoon lomp. Waardoor de carburateur die daar ligt volstrekt nutteloos is. Daar kan ik niks meer mee. Kijk, ook bij carburateurs geldt, vast is vast, hè. Het hoeft niet allemaal op standje lomp. Dat is nergens voor nodig. Hè? Dit zijn messingachtige dingen. Nou, dat is super kwetsbaar. En zeker als je dat in net iets klein gaatje stopt. Nou ja, dan hoef ik verder niet te vertellen wat er dan gebeurt. De vlotters en de vlotterkamer. Daar had ik het net even over. Dit zijn je vlotters. Hè? Die ken je ook wel uit je wc. Hè? Die zorgt ervoor dat je stortbak op een gegeven moment dat kraantje dicht gaat. Dat is eigenlijk precies hetzelfde idee. Hè? Dus deze zet de kraan van je wc dicht. Je zit met een klein asje en hier zit een klein lipje waarmee je hem af kunt stellen. Daaronder zit een vlotte naald. En die vlotte naald die zorgt ervoor dat je benzinetoevoer afgesloten wordt. Moet ik even deze pen eruit zien te frunniken. Zo, dat is een pennetje. Dat
zit verder ook niet vastgeschroefd of zo. En dit is je vlotter. Dit ding. En die beweegt vrij. Een paar dingen waar je even op moet letten is of ze dicht zijn. Ik bedoel, een vlotter die lek is, ja, die gaat never nooit omhoog. Hè? En dat moeten ze hier wel, hè? Ze moeten omhoog. Wat je hier ziet is je vlotternaald en je vlotternaaldzitting. Hierboven komt de benzine naar binnen. En je ziet hier de grote leiding, hè, die ik net aangaf, hè, waar je benzine naar binnen komt. Dus deze. Dus hier komt je benzine naar binnen. En deze vlotternaald, die zit er gewoon los in. Die past in je vlotternaaldzitting. Die vlotternaald, even kijken of dat goed lukt zo. Ja. Er zit hier aan de bovenkant, ja, een pieletje wat inveert. Dus deze kant, die achterkant, die sluit de benzinetoevoer af. En dit is, ja, een soort bufferachtig iets. Nou, die leeft in je vlotternaaldzitting. Zorg ervoor dat ze allebei goed schoon zijn, zodat de boel afsluit. Je kunt dat gewoon uitdraaien. Duurt eventjes. Daar. En dan kom je gewoon in je benzineleiding terecht. Er zit een klein pakkentje tussen. En een gat onderin. Ja. En wat ik al eerder aangaf, hè, alles waar een gat in zit, dat moet open zijn. Hou het immers van open gaten. Dus die draai ik er even handvast in. Gaat het toch niet meer gebruiken. Zo, die gaat even aan de kant. Dan hebben we verder hier nog een setje sproeiers. Een hoofdsproeier, een stationair sproeier. Zoek voor jouw boekje maar even uit wat wat is, maar dat moet allemaal open zijn. Als ze niet al te veel zijn verburgd, dan staan er ook hier of in de zijkant vaak nummertjes op. Hè. Je hebt een hoofdsproeier 50 of een stationair sproeier 37, 38 of 100 of noem het maar op. Diezelfde sproeiers moet je er weer in doen, tenzij je gaat spelen met je met je tegendrukverhouding bijvoorbeeld, hè, als je een ander luchtfilter hebt, dat er meer lucht in komt, of je hebt een open uitlaat dat er minder tegendruk is, dan moet je je sproeierbezetting ook aanpassen. Nou, daar kan ik van alles over vertellen, maar ik ben geen carburateurdokter. Zoek op het internet en daar vind je het. Hier linksbovenin is je choke. Er zitten ook allemaal hele kleine gaatjes in, zorg ervoor dat het open is. Dan gaan we die sproeiers eruit halen. Nogmaals, hè, dat zit allemaal handvast. Maak daar geen sport van. Vast is vast genoeg. Dat is één sproeiertje. Nou, zoals je ziet. Ja, je kijkt. Zie, je kunt er doorheen kijken. Dus dat is er één. Daaronder zit er nog eentje. Dan moet je even met een ander schroevendraaiertje pakken. Dat is deze. En dus je hebt daar twee sproeiers boven elkaar zitten. Zorg dat alle gaatjes open zijn. En dan vervolgens hebben we hier nog een sproeier. En deze sproeier, die staat in verbinding met je vlot, of met je gasnaald. Hè. Dus die naald die aan je gasschuif zit, die gaat hier onderin in een inkeping. En dat zit vervolgens verbonden met dit. Nou, deze sproeier kun je er ook weer uithalen. Die moet ook open zijn natuurlijk. En als je het echt spannend wil doen, dan kun je zelfs deze nog eruit halen. En dat allemaal schoonmaken. Kijk, er zit een klein rubber ringetje omheen. Daar zie je het uiteinde waar uiteindelijk je gasnaald in terecht komt.
Nou, verder zie je nog her en der wat van die bolletjes erin zitten. Dat zijn gewoon dichtgemaakte kanalen. Hè? Dat spul wordt in de machine gemaakt, zo'n carburateur. Nou, die boor, die moet er ergens in en die moet er ergens uit om een gaatje te maken. Dus dat is de reden dat je overal van die dopjes ziet. En die zie je hier ook aan de zijkant bijvoorbeeld. Dat is niet heel spannend. Ja, zo gaat dat eigenlijk bij alle vier. Nogmaals, als je precies wil weten hoe het werkt, zoek even op internet, filmpjes zat. Ga ik nu niet doen. Maar ik denk, joh, ik ben er toch mee bezig. Dan haal ik het maar meteen uit elkaar, kun je het zien. Als nou zo'n spoeier verstopt is, hè, en dat heb ik ook al in een eerder filmpje gezegd, ga niet met lomp geweld die gaten openmaken. Grote kans dat je de gaatjes dan te groot maakt en dat je een verkeerde verhouding krijgt in je brandstof en je lucht. Moet niet willen. Nou, zo zet je heel het soortje weer in elkaar. Het is allemaal niet zo spannend. Kijk, en mocht nou een van je carburateurs of een van je cilinders eigenlijk het niet goed doen, of dat hij over blijft lopen of dat hij niet lekker meegaat, check even je flotterhoogte. Er staat in je werkplaatshandboek hoe hoog ze moeten zijn. En dat afstellen doe je door het verbuigen van dit kleine lipje. En dan zet je hem hoger of lager. Tot zover de carburateur. Dus aan de ene kant lucht en brandstof erin. En aan de andere kant, door onderdruk, komt er een mooi wolkje uit. En dat met een beetje geluk gaat leiden tot een pracht van een plof in je cilinderkop. Zijn klaar. Nou, zoals je ziet, er zit overal heel mooi nieuw verzinkt spul op. Nieuw veertje, nieuwe stationair knop. Schroefjes boven en onder. De houdertjes voor de choke. De schroeven waarmee ze vastzitten. Nou ja, zo nog wat meer. Ik ben er hartstikke blij mee. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer bij Het Hok. Hoi!